Maar laten we even gaan kijken wie nou George Maduro eigenlijk was. Dit is Madurodam. Het themapark opgericht als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro en fondsenwerver voor het goede doel. George Maduro werd in 1916 geboren in Curaçao en kwam op 10-jarige leeftijd naar Nederland. Hij studeerde, voegde zich bij het leger, vocht tegen de Duitsers en ging in het verzet. Wanneer Duitsland Nederland binnenvalt, biedt hij heldhaftig weerstand tegen de vijand en zet hij zich met gevaar voor eigen leven in voor Nederland en zijn medemens. 8 weken voor de bevrijding overlijdt hij in concentratiekamp Dachau op 28-jarige leeftijd. Na de oorlog wordt George onderscheiden door de koningin voor zijn moed en daadkracht en ontvangt zijn familie de militaire Willemsorde. We reiken vandaag de George Maduro-prijs uit aan een van de winnaars van de Young Impact Awards, die zich net als George Maduro inzet voor de maatschappij en hiermee in zijn voetsporen treedt. Ja, en wie gaat deze felbegeerde prijs nou winnen? Dat ligt aan onze vakkundige jury. Ik ga ze even aan jullie voorzitten. Ze zijn ondertussen ook hier al gaan zitten. De winnaar van de George Maduro-prijs in 2019, Teun Toebes. Daar op rechts. Hartstikke fijn dat je er bent. En de burgemeester van Madurodam, Bushra, is met haar 17 jaar niet alleen de jongste, maar ook de enige gekozen burgemeester van de kleinste stad van Nederland. Leuk dat je er bent. Hartstikke fijn. Ja. En we hebben natuurlijk nog Patrick Antonissen, maar die is er niet bij, want corona wordt te veel. En als laatste hebben we onze juryvoorzitter op afstand weliswaar. Als het goed is, komt ze. Hey Gwen! Woep woep! Woep woep! Oh, je loopt vast. Wel echt op een heel enthousiast beeld. Ja, dat heb je dan ook wel eens. We weten niet of ze nog terug gaat komen. Gwen, hallo? Ja, daar ben je weer. Ja? Ja. Echt? Ja? Oké. Hey, je moet niet te druk gaan doen. Dan gaat hij vastlopen. Ja, dan gaat het mis. Ik kan niet anders. Nee. Hey, vertel eens even. Jij bent vorig jaar ook op die mega Young Impact Celebration geweest. Hoe was dat? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Dit was oprecht een van de hoogtepunten van mijn jaar. Ah. Waarom? In Ahoy. Op zo'n mega groot podium met alleen maar jonge kids die daar zijn. En dat ze super hard gaan op lief zijn voor elkaar en geven en iets betekenen voor een ander. En daar dan samen zijn om dat te vieren. Dit was echt mindblowing. Maar ik zie dat jullie het daar ook heel goed voor elkaar hebben met die studio nu hoor. Wij hebben een fantastisch feestje. Hey, en waarom vind je het nou zo belangrijk om je in te zetten voor een ander? Nou, ik denk dat we allemaal met hele kleine gebaren het leven voor elkaar veel beter kunnen maken. Al is het maar iets kleins voor je buren. Maar ik heb het natuurlijk los over van de mensen die daar bij jou zijn. Hè. Dat zijn natuurlijk hele grote dingen. Maar ik denk als we allemaal iedere dag iets liefs doen, iets kleins, dat de wereld zoveel mooier wordt. En niet alleen voor degene waar je het voor doet, maar ook voor jezelf. Ik weet niet of ik dan alleen voor mezelf spreek. Ik denk het niet, Jurre. Misschien heb jij dat ook wel. Als je iets liefs voor iemand anders doet, ja, dan krijg je daar toch een heel lekker gevoel van. Ja. Dat is toch heel leuk. En wat is een beetje een klein pieterpeuterig goed dingetje wat jij nou de afgelopen tijd hebt gedaan voor iemand? Nou, ik geef dingen weg op Instagram. Dus ik heb gevraagd aan mensen van, heb jij dingen die je weg wil geven? En dat is dan een tweedehands bank of een kunstwerk of een paar van die mooie stenen. Nou, kaarten, weet ik veel wat allemaal. En dat gooi ik dan op Instagram. En dat is echt best wel veel werk, want het moet dan ook daar natuurlijk terechtkomen. Maar mensen worden daar heel blij van, het is mega klein. Maar dat is het kleinste wat ik heb gedaan in deze gekke rare tijd. Is supermooi en al een heel klein gebaar doet heel veel goeds. We gaan door naar het meest bijzondere moment van deze hele stream. Hier zitten we de hele tijd op te wachten. Wij gaan even staan. We gaan het even officieel maken. En Bushra en Teun, jullie gaan dit moment creëren. Daar zijn ze. Alle award winners. Kijk nou eens, wat een prachtige kop. Niet te dicht op elkaar. Uit elkaar. Moet streng zijn. Ja, goed zo. Uit elkaar inderdaad. Zo, iets naar links. Helemaal goed. Ja, dit is helemaal top. Oké, Bushra, the stage is yours. Ja. Gaat soepel. Prachtige gouden envelop. Gaat heel soepel. Ja, je maakt het ook echt heel spannend. Ja. Nou, tromgeroffel. En de winnaar is Aya! Kom hier naartoe! Wat geweldig!
even deze prijs. Heb je een dankwoord? Ik had dit echt niet verwacht. Je bent de ambassadeur. Ja, dank jullie wel. Nee, en jullie natuurlijk ook heel erg bedankt. Jullie hebben je prijs al. Jullie hebben je prijs. Ga weg. Wil je nog iets, een laatste woord zeggen? Nou, ik had dit echt niet verwacht. Dus het is even... Nou, ik wil gewoon iedereen bedanken. En nogmaals wat ik had gezegd. Dit is niet alleen voor mij, dit is gewoon echt voor iedereen. En ook voor iedereen die is genomineerd. Voor iedereen die wat doet voor een ander. Dit is gewoon het hele goede voorbeeld dat we echt worden gewaardeerd en we gewoon verder moeten gaan. En ik sta helemaal te zien. Het is genoeg. Je hebt genoeg mooie dingen gezegd.